Vroeg of laat, Jan weer in de straat. Wind of regen, altijd komt je Jan tegen. Jan de IJskoman is een begrip in Geertruidenberg. Hij verkocht van zijn 15e tot met zijn 34e ijs. Eerst met een bakfiets en later stond hij bekend om zijn pausmobiel ijskoker. Ja, als ze aan het voetballen waren, dan moest er iemand in de goal staan, dan nam ik een penalty. En als ze dan hieuwen, dan kregen ze allemaal een ijsje, verhammer aan de jeugd nog van toen. Dan kregen ze allemaal een ijsje, hieuwen ze hem niet. Dan was het over, maar als ik heel weinig verkocht had, dan trapte ik wel zo hard. Als ze dan pakte, hadden ze alle 10 vingers gebroken. Op zijn 34e overleed de vrouw van Jan. Hij zag het ijsko verkopen niet meer zitten en stopte begin jaren 80. Ik ben er radeloos, hè? Ja. Ik zat met 3 kinderen en nee, ik had er ook geen zin meer in. Het leven was voor mij eigenlijk over, zeg maar, toen. Hè. Jan de IJskoman ging fulltime aan de slag als lasser. Nu, 29 jaar later, wil hij toch weer ijsko's verkopen. Velen kennen hem nog. Vanaf dat ik een jaar of 7 was, kwam hij altijd in de straat. Hè? En als je geluk had, kreeg je gratis een ijsje. Want zo was hij ook wel, hoor. Als Jan iedere dag kwam, kochten we iedere dag een ijsje. Ja. Knappe jongen, hè? Ging u daarom een ijsje aan? Nou, toen nog niet. Ik ben nu in 63, denk ik. En ik moet er helemaal niet thuis zijn. Ik ben veel te jong, vind ik, voor mijn eigen. Ook van geest. Ik moet toch niet? Nee. Ik ga niet achter de granium zitten. Als het aan Jan ligt, stopt hij pas als hij 80 is. Alsjeblieft. Dat wordt dan...